Beste zendingsvrienden, graag heet ik u allen hartelijk welkom op onze 65ste zendingsdag. Het is een bijzondere dag vandaag, omdat we in al onze gesprekken het al hebben gezegd, wat fijn dat het weer kon. Wat fijn dat we die mogelijkheid weer hebben gekregen na 2 jaar lang niet een reguliere zendingsdag. Maar ook wat fijn dat u allemaal gekomen bent. Ik zie zoveel mensen uit het hele land. Ik zie ouderen, ik zie jongeren, ik zie kinderen. Allemaal zendingsvrienden, hartelijk welkom. We denken aan de werkers op het veld die hier aanwezig zijn, met verlof. We denken aan de werkers in opleiding. We denken aan degenen die vroeger in zendingsdienst zijn geweest. Familieleden van zendingwerkers, alle betrokkenen, vrijwilligers. We denken ook aan de deputaten. Ik heb gezien aan de oud-deputaten en de broeders-predikanten in ons midden. Afgevaardigden van diverse organisaties van binnen en buiten ons kerkverband. Mede namens het deputaatschap en namens alle die aan de organisatie hebben gewerkt. Nogmaals van harte welkom. Ik wil eerst een mededeling doen van huishoudelijke aard. En die is heel klein. Want die zit in uw binnenzak. Precies, het is uw mobiele telefoon. Zou u die nu even uit willen zetten? Of althans op stil. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 67, het eerste vers. Psalm 67, wij zingen vers 1. Thank you.
Er zijn nog mensen die naar een plaatsje zoeken. Aan die zijde van de hal zijn nog stoelen beschikbaar. Loopt u rustig door naar uw plaatsen. Wij zijn inmiddels begonnen. En ik zou graag met u uit Gods woord willen lezen. En wel uit het evangelie van Matteüs. Daarvan hoofdstuk 21, de versen 28 tot en met 31. Matteüs 21, ik lees u vers 28 en volgende. Maar wat dunkt u, een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeide, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoordde en zeide, ik ga heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem, de eerste. Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en ge hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Laten wij nu eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze zendingsdag. Dan nu eerst mededelingen, namelijk over het telegram dat wij gestuurd hebben naar Paleis Noordeinde om op deze dag onze verbondenheid aan ons koningshuis tot uitdrukking te brengen. De koning heeft hierop gereageerd en hij wenst ook ons een gezegende zendingsdag toe. Ik wil u meedelen dat wij ook een bericht hebben verstuurd aan de zusterkerken. Ik heb het zojuist in mijn gebed ook gezegd. We bedoelen de kerken op Papua en in Nigeria. Bij deze gelegenheid hebben wij hen onze verbondenheid tot uitdrukking gebracht en hartelijke zegenwensen doen toekomen. Ik mag u voorlezen de tekst van het bericht dat naar het paleis is gegaan, maar ook van het bericht dat wij van de koning hebben terugontvangen. Majesteit, Deo Volente, zaterdag 18 juni 2022 zijn we als leden van de gereformeerde gemeenten bij elkaar op onze jaarlijkse zendingsdag die in de evenementenhal te Gorkum gehouden zal worden. We bezinnen ons die dag op de zendingsopdracht die de Heere Jezus aan zijn kerk heeft opgedragen voordat hij ten hemel voer. Het thema van de dag is werk heden in mijn wijngaard. De evangelieboodschap moet overal op de wereld worden gebracht. Onze gemeenten zien het als een voorrecht en verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren. Naar goed gebruik grijpen we deze gelegenheid graag aan om u hartelijk te groeten en u onze aanhankelijkheid te betuigen. We wensen u Gods zegen toe bij de uitoefening van uw taak. In deze zegenwens betrekken we ook uw vrouw en kinderen. Met hartelijke groet en hoogachting namens het deputaatschapszending van de gereformeerde gemeenten volgt dan mijn naam. Het antwoord namens de koning, zeer geachte heer Mulder, op verzoek van zijne majesteit de koning wil ik u allen op zaterdag 18 juni aanstaande ter gelegenheid van de jaarlijkse zendingsdag bijeen in Gorkum zijn oprechte dank overbrengen voor de vriendelijke boodschap die hij van u mocht ontvangen. Uw uiting van verbondenheid heeft de koning zeer op prijs gesteld. Ik wens u en alle leden van de zending gereformeerde gemeenten zaterdag een geslaagde bijeenkomst toe. Met gevoelens van de meeste hoogachting, Dr. Anders J.C. Snoek, persoonlijk adviseur van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Dan zou ik nu met u willen mediteren naar aanleiding van het gedeelte dat we hebben gelezen, waar ook het thema van deze dag aan is ontleend. Werk heden in mijn wijngaard. God heeft een wijngaard.
We stellen ons zo'n wijngaard voor. En hier op de wandbekleding achter mij kunt u het letterlijk voor u zien. Een tekening, een weergave. En onze kinderen zien het ook voor zich. Wat werd daar vroeger veel arbeid aan besteed. Want daar moest het gebeuren. Die druivenplanten goed verzorgd. Daar moest het gebeuren. Het onkruid gewiet. Daar moest het gebeuren. Alle boze dieren buiten gehouden. Uiteindelijk ging het om de vrucht. Dat die zou worden geplukt. Dat de mensen daar goede opbrengst van zouden mogen hebben. God heeft een wijngaard. En in zijn wijngaard is veel werk te doen. Wat bedoelen we met zijn wijngaard? Het is immers een beeld. Wel, met die wijngaard mag u denken aan heel de schepping. Zijn wijngaard. Dat die wijngaard wordt onderhouden. Dat de verwoestende werking van de zonde in die schepping wordt buitengesteld. Dat de schepping zal zijn tot eer van de schepper. En tot nut van de mensen en van de dieren. Bij deze wijngaard mag u bijzonder denken aan zijn kerk. De kerk die hij heeft geplant. Waarin het gaat om Christus en zijn bediening. Waarin het gaat om het herstel in Gods gunst. Immers, wij zijn van God afgegaan. Deze wereld is een gevallen wereld geworden. Dat God een wijngaard heeft geplant, bepaalt ons bij zijn vrijmachtig werk. Hij heeft zijn schepping niet losgelaten, maar hij wil uit het gevallen mensengeslacht een kerk zalig maken. Die hij verkoren heeft, die moeten worden toegebracht. Het gaat om de volle raad van God. God heeft een wijngaard, maar hij heeft ook mensen, zonen genoemd. En in deze gelijkenis valt alle nadruk op die mensen en op het werk dat ze moeten doen. Dus het gaat over de betrekking van u en van jou en van mij tot de hoge heilige God. En dat hij ons opdraagt te doen naar zijn woord. Zo was het in de Hof van Eden. Gehoorzaamheid. Maar God gaat ook na de zondeval van zijn eis niet af. Die gehoorzaamheid eist hij nog. Van u, van jou, van mij. Maar denk eens door, het is zendingsdag vandaag. Die gehoorzaamheid geldt in principe al zijn schepselen. Want de noodzaak van de gehoorzaamheid, de verantwoordelijkheid van de mens wortelt in de schepping. En die wordt groter naarmate de Heere bemoeienis maakt. Bijzonder door de aanbieding van Christus en de verbondsweldaden in het evangelie. De Heere roept tot bekering. Ja, het is zendingsdag vandaag. We mogen wat horen van Cambodja en van Albanië. En noem de velden maar op. Maar u wordt geroepen tot bekering. En jij ook. Dat je de zonde zult loslaten. Dat je voor de Heere zult buigen. Dat je hem mag erkennen. Die grote, goede, heilige God. Werk. Heden. Hoort u het? Heden. In mijn wijngaard. De Heere zoeken. Hem dienen, voor hem leven. Alle nadruk valt in deze gelijkenis op de gehoorzaamheid. Op die jongens die het werk moeten gaan doen. Twee jongens, twee levenswegen, twee reacties. De eerste wil niet,
Maar hij krijgt berouw en hij gaat toch. Berouw uit zich het beste in dadelijke gehoorzaamheid. En de ander, die zegt dat hij gaat, maar hij gaat niet. Velen tonen liefde met hun mond, maar hun hart gaat een andere weg. Knoppen en bloesems, hoe mooi ook, zijn nog geen vruchten. Op wie lijkt u? Op wie lijkt jij en ik? Het zou toch wat zijn, lieve zendingsvrienden, als de Heere wel zijn opdracht geeft. En we hier allemaal wel zijn. En we knikken met ons hoofd en we zijn ongehoorzaam. U zou zeggen, hoe moet het dan verder met het werk van ZGG? Ach, ZGG is niet zo belangrijk. Het gaat helemaal niet om onze naam. Maar als wij blijven wie we waren, gevallen Adamskinderen, ongehoorzaam, dan komt God in zijn eer tekort. Dan wordt de schuld die op ons rust verzwaard en dat is tot oneer, tot schade van zijn heilige naam. En hoe zullen ze dan worden toegebracht in Cambodja en in Albanië en in Ecuador, maar ook bij u in de straat, bij u op de werkvloer, die van die ene naam nog nooit hebben gehoord. Kinderen, zie je die jongen voor je? Ik ga niet, ik wil niet, had hij gezegd. En hij liep zomaar weg. Misschien heb je het ook wel eens gedaan. Boos van huis weggelopen. Deur achter je dicht. En dat je eigenlijk ook gebalde vuisten had. Ze denken zeker, maar ik? Ja, zo zijn wij allemaal. Zijn hier kinderen die dat hebben gevoeld met verdriet in hun hart? Zie je die ene jongen? Hoe ver zal die al van huis zijn? Maar hij kan niet verder. Kan niet verder. Hij moet terug. Zit hier zo'n jongere? Ze kunnen het 1000 keer tegen je zeggen. Maar weet je, het komt aan op de bekering bij God vandaan. Dat wonder van de Heilige Geest. Het is Pinksteren geweest. De kracht en de majesteit van God. Een druppel van de liefde van de Heere Jezus. Echt waar hoor, kinderen. Echt waar. Eén druppel van zijn liefde. En je hart breekt, daar kan je niet tegenop. En dan wordt het anders, dan wordt het 180 graden andersom, dan ga hij terug. En hij ging wel. Die ongehoorzame zoon, die steekt er schril bij af. Hij had wel een mond vol, maar er kwam niks van terecht. Lieve vrienden, het komt zo nauw, het komt er zo op aan. Het staat in vers 32 nog onderstreept. En die mensen die de mond vol hadden, natuurlijk moeten we denken aan de schriftgeleerden en de fariseeën en het Joodse volk dat zo'n verhard hart had. Ze zagen hoe horen en tollenaars tot bekering kwamen, maar ook toen geloofden ze niet. Het zal toch wat wezen als u het vanmorgen hoort. Dat er aan de andere zijde van de wereld wonderen gebeuren en u blijft dezelfde, zal dan echt alles straks tegen u gaan getuigen. Bedenk toch heden wat tot uw vrede dient. En die wel gingen, Gods kinderen, die wel gingen werken in de wijngaard, die jongeren die de Heere mogen vrezen, die hem zoeken bij dagen en bij nachten, die uitgingen in zendingsdienst, moest met hen. Hebben zij geen last meer van dat boze hart? Zijn ze nu blij met zichzelf?
dat ze zo goed mogen dienen. Nee, lieve zendingsvrienden, nee. Juist zij hebben last van dat opstandige hart. En juist in de beproevingen van het werk, als ze zo heen en weer geschud worden, ligt dat extra op hun hart. Weet je wat het geheim is? Dat is nog een derde zoon, die wordt hier zo niet genoemd. Het is de zoon des vaders, de gezondene des vaders. En in hem is het werk vast. En die werken in de wijngaard kunnen alleen werken omdat hij heeft gewerkt en alles heeft volbracht. Die gezonden worden in de wijngaard, worden gezonden omdat hij gezonden is. Zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. O, in hem kan het. In hem zal het ook gebeuren. Om Jezus wil, komt God niets in zijn eer tekort. Om Jezus wil zullen ze komen, dat ook de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens dat heil erkennen. Laten die de Heere vrezen, zich daarin vandaag ook wat mogen verheugen. Zoon, ga heen. Werk heden in mijn wijngaard. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 87, het derde vers. Psalm 87, vers 3.